Een volle bak gisteravond in de Geuselt in Maastricht. Meer dan 6.500 mensen op bezoek bij de trainer Fuad Chapa, die zijn verjaardag vierde. Excelsior uit Rotterdam, die willen een nederlaag van vorige week goedmaken. Tegen Telstar verloren ze met 1-0. Zowel MVV als Excelsior doen mee voor de titel dit jaar. MVV was vorige week nog tevreden met de 0-0 tegen FC Zwolle. Dan gaan ze op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. We zitten in de eerste helft. MVV mag een vrije trap gaan nemen na een overtreding. De doelman van Excelsior, Erwin Mulder, zet zijn muur juist. En dan probeert Thibaut het in één keer. Dan Excelsior met René van Dieren. Een afstandsschot. Maar dan zit Boffin, de doelman van de Maastrichtenaren, goed tussen nog. Trouwbare waarde blijkt het, de doelman. René van Dieren, die in 2001 nog in dienst was bij Fortuna Sittard, is inmiddels aan zijn zevende seizoen bezig voor de Rotterdammers. Dan MVV. Castellane aan de bal. Hij steekt het middenveld zomaar over en schiet zelf. Maar dat was niet al te moeilijk voor de doelman Mulder. In de tweede helft lijkt MVV wel een andere versnelling te hebben genomen. De Maastrichtenaren zijn fel aan de tweede helft begonnen. Ze bestoken het doel van Mulder. Tom Dame probeert het op afstand. En dan vraagt Gomez de bal en die krijgt hem. En hij zet de bal voor. En dit is de kans van de wedstrijd op de lat. Dit was toch echt het moment dat Robert van Bokstel de wedstrijd kon draaien. In een 1-0 voorsprong voor de Maastrichtenaren. In de herhaling is goed te zien dat doelman Mulder kansloos was. Maar die lat die zat net te laag. Even verderop in de wedstrijd zet Laurent Castellana zijn sliding te laat in. De scheidsrechter Brama beslist zomaar om hem van het veld te sturen. Een rode kaart voor de Belg. Wat een domper voor Maastricht. Castellana naar de kleedkamers. Maastricht dus maar met 10 man verder. Dat kon Chapa echt niet gebruiken op dit moment van de wedstrijd. De Rotterdammers die ruiken bloed. Ze nemen het heft in eigen handen. MVV met 10 man in het nauw. En hier zit Filip Haastroep gelukkig nog tussen. Excelsior weer. Van Dieren bouwt op over links. De Rotterdammers die blijven druk zetten. En MVV moet achteruit. En komt de bal bij Michel Guldenhoek. Hij probeert het zelf. Maar Boffin die houdt het Maastrichtse doel schoon. We zitten in de 90ste minuut, de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Corner voor Excelsior en Johan Voskamp die loopt door en kopt de bal achter Boffin. Hij zet de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong en dat is ook meteen de eindstand. We zien dat Van Bokstel er nog tussen zit, maar hij kon niet voorkomen dat Voskamp het doelpunt maakte. Een zure nederlaag voor MVV, dus geen taart voor Chapa.